Aan de oevers van de rivier de Spree in Oost-Berlijn ligt Treptower Park. In dit park van bijna 90 hectare groot staat een gigantisch monument voor de Russische soldaten die omkwamen tijdens de slag om Berlijn in april en mei 1945. Maar wat is er zo bijzonder aan het monument? En waarom staat het juist hier? In deze video zoeken we het uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. In het voorjaar van 1945 was duidelijk geworden dat nazi-Duitsland de oorlog ging verliezen. De Duitsers werden steeds verder teruggedrongen en de geallieerden trokken op richting Berlijn. De Amerikanen en de Engelsen deden dat vanuit het westen, de Russen vanuit het oosten. De nazi's werden als het ware ingesloten. Hitler weigerde de strijd op te geven en gaf het bevel tot de laatste man door te vechten. Bejaarde mannen van de zogenaamde Volkssturm en tieners van de Hitlerjugend werden zelfs opgeroepen om mee te helpen in de strijd. Dat mocht alleen niet baten. Het Duitse leger stelde niets meer voor en had geen schijn van kans toen op 16 april 1945 de Russen onder leiding van generaal Zhukov met hun aanval op Berlijn begonnen. Meer dan 2,5 miljoen soldaten, 6250 tanks en 41.600 stuks artillerie en vier luchtlegers zetten de Sovjet-Unie in om de hoofdstad van Nazi-Duitsland op de knieën te krijgen. De vaak ongetrainde Duitsers dienden hierbij feitelijk als kanonnenvoer. Al snel rolden Russische tanks door de voorsteden van Berlijn, terwijl in de Vurenbunker de 56e verjaardag van Hitler werd gevierd. Op 25 april hadden de Russen Berlijn in een Wurregreep en vochten ze zich straat voor straat verder de stad in. Bij deze gevechten kwamen aan beide kanten tienduizenden mensen om het leven. Op 28 april waren de Russen al tot aan Alexanderplatz gekomen, dat midden in het centrum ligt. Het net sloot zich steeds meer rond de leiders van het Duitse Rijk. Eigenlijk werd eind april alleen nog de regeringswijk verdedigd door SS'ers. Hitler trouwde in de tussentijd onder de grond in zijn bunker nog met Eva Braun om daarna op 30 april zelfmoord te plegen. De dag erna hees de Russische soldaten hun vlag op het verwoeste Rijksdaggebouw. En op 8 mei gaf Duitsland zich uiteindelijk aan de Russen over in het hoofdkwartier dat de Russen in Karlshorst, in het oosten van de stad, hadden ingericht en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. De Duitsers waren geen baas meer in eigen land. Duitsland en de hoofdstad Berlijn werden opgedeeld in vier zogeheten bezettingszones, waar Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en de Sovjet-Unie het voor het zeggen hadden. De Russen kregen de macht in het oostelijk deel van de stad en het land. Ze richtten daar monumenten op voor hun gevallen soldaten. Het grootste en belangrijkste monument kwam te staan in Treptower Park in Oost-Berlijn. De andere twee staan in West-Berlijn, vlakbij de Brandenburger Tor en in de Schönhölzer Heide dat in Pankow, in Oost-Berlijn, ligt. Het monument in Treptow werd tussen juni 1947 en mei 1949 door 1200 Duitse arbeiders gebouwd naar het ontwerp van de Russische architect Jacob Belopolsky, waarna het op 8 mei 1949 werd ingewijd in de aanwezigheid van Russische militairen en Oost-Duitse politici. Het sovjetisch eeremaal, zoals de plek officieel heet en waarvoor 4000 kubieke meter graniet is gebruikt, bestaat uit een aantal onderdelen. Als eerste kom je het terrein van het monument binnen via een grote triomfboog en loop je een lange laan af totdat je terechtkomt bij een 3 meter hoog standbeeld. Dit beeld heeft de titel meegekregen Moeder Heimaat en beeld een vrouw uit die om haar gesneuvelde zoon treurt. Vervolgens kom je uit bij twee gestileerde vlaggen die gemaakt zijn van rood graniet. Aan weerszijden van de vlaggen zie je twee soldaten van het Rode Leger afgebeeld. Als je daar langs gelopen bent, kijk je uit op een grasveld van 5 hectare dat omringd is door brede wegen met kleine steentjes. Aan de kant van deze wegen staan acht sarcofagen met erop scènes uit de Tweede Wereldoorlog, die door de Russen ook wel de Grote Vaderlandse oorlog wordt genoemd. Behalve een afbeelding staan er ook citaten van stalen op de blokken vermeld. En verstopt, onder de bomen, liggen de graven van de 7000 soldaten. Uiteindelijk kom je terecht bij de blikvanger van het Sovjetisch eremaal, een 13 meter hoog standbeeld van een Russische soldaat die met een kind op zijn arm en een zwaard in zijn hand de overwinning op Nazi-Duitsland symboliseert. En onder zijn linkervoet zie je een vertrapt hakenkruis. Het standbeeld staat op een 9 meter hoge heuvel waarin zich een crypte bevindt dat bekleed is met een mozaïek. De verering van de doden door de 16 republieken van de Sovjet-Unie staat er centraal. Dat de Russen kozen voor Treptower Park als locatie had te maken met een aantal redenen. Ten eerste lag de plek voor de hand omdat al in 1945 het park was uitgekozen om er een erebegraafplaats voor Russische soldaten aan te leggen. Een ideologische reden had te maken met het feit dat de Berlijnse arbeidersbeweging in het begin van de 20e eeuw in het park vaak demonstraties hield. De overwinning van de Sovjet-Unie kon op deze manier gelinkt worden aan de arbeidersbeweging, waar de communisten zich natuurlijk mee verbonden voelden. Het monument speelde een belangrijke rol in het openbare leven in het communistische Oost-Duitsland. Op 8 mei, de dag van de bevrijding, en op 7 oktober, de dag van de Republiek, trokken veel hoogwaardigheidsbekleders naar het monument. In 1985, 40 jaar na de overwinning, trokken ongeveer 15.000 leden van de FDJ en de Jonge Pionieren, twee jeugdorganisaties van de DDR, in optocht langs het monument. En ook steeds worden elk jaar op 8 mei de Russische slachtoffers herdacht door middel van het leggen van kransen. Het Sovjetische eremaal speelt dus nog steeds een belangrijke rol in de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de Duitse hoofdstad Berlijn.